Je auto laten rijden op dit glas water. Klinkt ongelofelijk, maar het kan. Om op water te kunnen rijden, moeten we eerst kijken hoe we vanuit water waterstof maken. En de scheikundige formule voor water is H2O, H2, twee waterstofatomen, en O, één zuurstofatoom. Die atomen zijn stevig met elkaar verbonden en vormen samen water. Om het waterstof, die twee H's dus, uit het water te halen, moeten we de atomen van elkaar splitsen. De eerste personen die dat deden waren de Nederlanders Rudolf Dijman en Adriaan Paas van Trooswijk in 1789. Waterstof uit water is dus een Nederlandse uitvinding. Om dat watermolecuul op te splitsen, hebben we elektriciteit nodig. Door een kleine spanning op het water te zetten, geven we de watermoleculen genoeg energie of motivatie om uit elkaar te gaan en waterstof en zuurstof te vormen. Dit noemen we elektrolyse. In dit buisje hebben we nu het brandbare gas waterstof opgevangen. Kijk maar. Maar hoe kunnen we op dit waterstofgas vervolgens een auto laten rijden? Oftewel, hoe halen we de energie eruit? In een waterstofauto zit geen verbrandingsmotor, wel een elektromotor, net zoals in een elektrische auto. En een brandstofcel. In die brandstofcel laat je aan de ene kant waterstof binnenkomen en aan de andere kant zuurstof uit de lucht. Die twee willen weer heel graag samenkomen en water vormen. Maar in het midden zit een materiaal wat waterstof en zuurstof grotendeels tegenhoudt. Het waterstof en zuurstof bestaan uit positief geladen deeltjes en negatief geladen deeltjes. Die positief geladen deeltjes kunnen er wel doorheen, die negatief geladen deeltjes, elektronen, niet en maken een omweg via de elektromotor waarmee ze de auto in beweging zetten. Het enige dat uit het voertuig of je uitlaat komt, is water. Of eigenlijk waterdamp. En dat is hartstikke schoon. Dit klinkt natuurlijk allemaal geweldig. Maar waarom rijden we dan nog niet massaal op waterstof? 1. Je verliest behoorlijk wat energie bij het maken van waterstof uit water. Zo'n kwart van de energie gaat op aan warmte. Daarbovenop verlies je ook nog weer een behoorlijk deel als je het waterstof gaat gebruiken. 2. Waterstof neemt heel veel ruimte in beslag, omdat het een lage dichtheid heeft. Om te voorkomen dat je met een gigantische tank rond moet rijden, brengen we het onder hoge druk. We persen het samen. Helaas gaat daarbij ook weer een deel van de energie verloren. Uiteindelijk hou je ongeveer een kwart tot een derde van de oorspronkelijke energie over. 3. Momenteel is maar een klein deel van de waterstof groen. In het begin van de 20e eeuw maakten we waterstof al vooral uit water. We waren dus eigenlijk heel ver met de ontwikkeling van groene waterstof. In de tweede helft van de 20e eeuw werd dat steeds meer vervangen door waterstof uit aardgas, wat goedkoper is. Bij het maken van waterstof uit aardgas komt ook CO2 vrij. Dat is wat we net niet willen. Dit noemen we grijze waterstof. We kunnen de CO2 afvangen en opslaan onder de grond. Dit noemen we blauwe waterstof. Maar het blijft niet ideaal. Veel beter is groene waterstof, waar ik in Delft aan werk. Dit betekent dat je waterstof uit water haalt met behulp van elektriciteit, zoals ik uit het begin uitlegde. En dan natuurlijk groene stroom van bijvoorbeeld windmolens of zonnepanelen. Je zou dan op dagen waarop het hard waait en we elektriciteit over hebben, daar waterstof van kunnen maken. Die energie opslaan in tanks in de vorm van waterstof is in sommige gevallen beter dan die energie opslaan in batterijen. Waarom? Voor langdurige opslag zijn batterijen duur, groot en vervuilend. Waterstof is dan een goed alternatief om energie op te slaan voor later. Momenteel is groene waterstof nog relatief duur. Maar als techniek verder ontwikkeld wordt, zal het alleen maar goedkoper worden. Het kan dan ook veel gebruikt worden in de industrie. Het is tevens een goede optie voor vliegtuigen, schepen en vrachtwagens die lange afstanden moeten afleggen. Ze hoeven dan niet die zware accu's mee te nemen. Daarnaast zouden we groene waterstof ook kunnen gebruiken bij het maken van kunstmest. En we zouden groene waterstof misschien ook door onze gasleiding kunnen laten lopen. Je cv-ketel en gasfornuis moeten dan wel vervangen worden, maar van het gas af is dan niet langer een must, want je kan dan koken op waterstof.